Hallo allemaal en een hele fijne hallo allemaal. En welkom bij een nieuw seizoen van Vraag Vakantie. Hallo. We gaan het dit seizoen wat anders doen. Dit seizoen ga ik één vraag per aflevering beantwoorden, zodat ik wat dieper op die shit kan induiken. Ik heb vorig seizoen heb ik een hele rits vragen beantwoord en per aflevering en dat duurde gewoon te lang. En ik kon ook niet alle tijd geven die de vragen verdienden. Ja jongens, ik heb geleerd van mijn vorige seizoen. En daarvoor zijn we hier, weet je wel, op aarde. Om wat te leren en dan die informatie mee te nemen. En als het goed is, doe je dan de volgende keer wat anders. Evolutie heet dat. En daar werk ik graag aan mee. Ook. De computer valt uit. Dus wat gaan we doen dit seizoen? We gaan alleen vragen doen die gaan over bewustzijn. Of plantmedicijnen, a.k.a. psychedelics, a.k.a. entheogenen. Dus dan hebben wij het over de paddenstoeltjes, de San Pedro, peyote cactussen, ayahuasca, buffalvarius, LSD. De medicijnen, het medicijnwerk, het medicijnveld. Of mijn visie op het leven. Dus de vragen die daarover gaan, ga ik beantwoorden. En man, oh 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 man. Jullie hebben weer heel veel vragen naar mij toe gezonden. En jullie hebben echt heel erg je best gedaan. Als jullie je best doen, moet ik ook mijn best doen. Althans, ik moet niet, ik mag. Ik mag mijn best doen. En Vincent, jij doet altijd je best. Dat weten we. Maar goed, ik ga dus per aflevering één vraag beantwoorden. Zodat ik alle tijd kan geven aan alle vragen. En ik ga de komende tijd mijn best doen om alle vragen die jullie sturen te beantwoorden. Tenzij het een vraag is die ik al heb beantwoord. Want dan, waar ben je dan mee bezig? Dan gooi ik mijn tijd hop. Weet je, en dat schiet niet op, weet je. Dus dat. En dan duren de afleveringen ook wat korter. En dan kunnen jullie misschien ook even die concentratie erbij houden. Want dat hebben we nodig. En zeker in deze tijd. Anders zijn we fucked. Fucked. Fuck. 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 Dat is trouwens de enige goede manier om een fuck de ruimte in te gooien. Niet van, oh fuck. Dan heeft het geen impact, weet je. Het moet impact hebben, zo'n fuck. Nee, als je fuck zeg, dan zeg je fuck, fuck, fuck. Weet je, met een harde F en een dikke K. Fuck, oh fuck. Weet je, dan gaat het ergens over. Maar goed, de vragen dus. En laten we maar beginnen, want het duurt alweer veel te lang. Van David Zakelijk. Beste Vincent. Het leven is zoals je zelf beschreef een soort trip. Het bewustzijn is iets vreemds. Bewustzijn, ja, dat is iets vreemds. Iets vreemds. Bewustzijn is. Dat is een gegeven. Het is. Ik ben bewustzijn. Dat is wat ik ben. Een waarnemer, zo gezegd. En ja, het is iets vreemds. Het leven is ook fucking wonderlijk. En deze trip is fucking magisch. Maar ja, goed. Het is een motherfucking trip. En jij bent de creator. Dus ja. Kom op. Maak er wat van, zou ik zeggen. Want het duurt maar even. Je bent hier niet heel lang. Dus ja. Je kan er beter wat leuks mee doen. Weet je? En wat is dan zoiets leuks? Nou, ik zal je vertellen. Geven. Geven. Geef terug aan het leven. Maak de mensen blij. Maak de mensen aan het lachen. Help die mevrouw de straat oversteken. Doe iets om het leven een beetje mooier te maken. Laat zien wie je bent, wat je kan. Weet je, ieder heeft zijn eigen unieke talenten. Zijn eigen superkrachten. Doe er wat mee, weet je wel. Ja, anders ben je hier voor jouw kut. En dat schiet niet op. Wie is hier nou graag 80 jaar voor jouw kut? Wil jij, als je aan het einde bent van je leven, als je überhaupt bewust bent dat je aan het einde bent van je leven, want soms loop je naar buiten, valt er een vrachtwagen op je hoofd, nou, dan ben je pleiten. En wat heb jij dan gedaan met je leven, weet je wel? Wat heb jij gedaan met jouw leven? Wat doe jij met je leven? Dat is een beetje het idee hierachter. Ga jij hier onbewust 80 jaar slijten op de bank SBS6 kijken? Dat zeg ik altijd, SBS6 kijken, maar goed. Ga jij met je brein dood voor een of ander megalomaan kutbedrijf werken om een of andere moederneuker fucking rijk te maken? Of
Ga iets voor jezelf doen, ga iets voor de ander doen, ga iets voor het leven doen. Waarvoor leef jij? Leef jij hier om alleen maar spullen en onzin te vergaren, wat sowieso een illusie is? Want ja, daar ga je echt niet gelukkig van worden. Weet je, materie, daar word jij niet gelukkig van. Maar goed, ik wijd alweer te ver uit. Ik ga even terug naar de vraag. Bewustzijn is iets vreemds. Dat is vreemd, ja. Nuchter zijnde en hardwerkend heb je hier geen tijd om hierbij stil te staan. En ja, en dat is dus de trap, weet je wel. Ze willen jou maar bezighouden. Maar zelfs dan. Bezighouden, jagend naar illusie. Want als jij alleen maar aan het bezig bent van ja, als dan. Als ik maar hard werk, dan. Dan ben je niet hier. Dan ben je niet nu. Dan ben je alleen maar bezig met de toekomst die er sowieso niet is. Er is alleen nu. Dus je kan er beter nu wat van maken. Maar goed, dat is de trap. Ze willen je maar bezighouden en in die maalstroom houden. En in een soort droom houden en in een illusie houden van... Maar goed, je snapt me denk ik wel. Het is nu. Niet best, als ik dan toch een keer shrooms doe, is het iedere keer weer zoeken naar dat stukje bewustzijn. Mij afvragen wat dit is. Wat doe ik hier? Hallo? Als ik dan aan het trippen ben, komt plots het moment waarop ik zat te wachten. In een split second word ik bewust van mijn ego en mijn verschijning als complex organisme. Kijk, weet je, je hoeft niet te zoeken naar het stukje bewustzijn. Je bent bewustzijn en dat is er altijd. Ook als jouw lichaam hier niet meer is, dan is bewustzijn er nog steeds. Dat is wat er niet in deze realiteit, en dan komt er een veel mooier stuk, nog mooier. Zo fucking veel mooier. Maar goed, je hoeft er dus niet naar te zoeken, want het is er al. En als je dat realiseert, dan ben je alweer een stapje verder. En je ook maar de hele tijd dingen doen. Weet je, elke actie heeft invloed op de rest van het leven. Het hele universum is één. Je ziet het als die druppel in de vijver, weet je. Eén druppel in die vijver en die kringetjes. Dus elke actie, elke gedachte, elk woord heeft impact op de rest van het hele motherfucking universum. Wees je daar bewust van. Goed, ik wijd weer uit. In een split second word ik mij bewust van mijn ego en mijn verschijning als complex organisme. Kijk, jouw ego, dat is niet wat jij bent. Alles wat jij denkt te zijn, is wat jij niet bent. Ik denk dat ik een Vincent ben. Althans, mijn ego denkt dat. Weet je, ik denk dat ik een mens ben. Ik denk dat ik dit lichaam ben. Maar dat is niet wat ik ben. Ik ben bewustzijn. En alles komt en gaat, gedachten komen en gaan. Maar gedachten is ook niet wat jij bent. Jouw gedachten komen voort uit ja, alles wat jij hebt meegemaakt en hoe jij bent gebreinigd. En daar komen jouw gedachten vandaan. Maar dat is niet wat jij bent. Die gaan en die komen. Word ik mij bewust van mijn ego en mijn verschijning als complex organisme? Dit gebeurt tevens als ik trippend buiten loop. Opeens zie ik het leven als een soort speelveld. Voilà! Het leven is een speelveld. Maar wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Er is geen verschil tussen jou en de ander. Er is geen verschil tussen jou en de boom. Er is geen verschil tussen jou, de zon, de maan en de sterren. Er is geen verschil. Dus leef bewust met respect naar al het leven op aarde. Wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. En de ander is ook een rots, een steen. Alles heeft een spirit. Alles, maar dan echt motherfucking alles. Het een wat meer dan een ander. Kijk, een Marsree, dat wordt gemaakt met de intentie winst. En dat wordt gemaakt in een fabriek. Dus de ziel, die is er best wel uit. Weet je wel. Maar goed, er zit maar een heel klein stukje ziel in. Maar echtheid, puurheid, ziel. Ik wijd weer uit. Dit gebeurt even als ik trippend buiten loop. Ik zie het leven als een soort speelveld. Het leven is een speelveld. Dat is wat dit is. Je bent hier om te leren. Man, ik wijd alweer te ver uit. Het gebeurt echt. Ik ben hier. Ja, jij denkt dat je hier bent. Maar ook dit leven, het lijkt zo fucking echt. Maar het is een grote illusie. Het is een droom. Het is een trip. Een journey. Weet je?
En what the fuck, wat een mooie trip, weet je wel? Wie verzint dit? Dat is toch geniaal? De gedachten over mijn acties die ooit ergens impact op hebben gehad, loeien als stress door mij heen. Ik zet de gedachten om in angst en ren ervoor weg als een klein kind. Dit moment is voor mij altijd erg beangstigend, maar toch probeer ik het iedere keer weer op te zoeken. Wat doe ik hier? Hallo. Wat jij dus dan doet, is jij ziet je gedachtes voor echt aan. Maar jouw gedachtes, die komen en gaan. Die zijn niet van jou. Weet je, jij bent niet jouw gedachtes. Dus wat jij moet doen, is je gedachtes gewoon zien voor wat ze zijn. Een voorbijgaand iets. En als je gedachtes hebt, die mogen er zijn, tuurlijk. Laat ze lekker zijn. Prima, toch? Het is informatie. En met die informatie moet jij iets doen. Maar als je een gedachte hebt, reageer er niet gelijk op. Zie ze voor wat ze zijn. En als ze herhaaldelijk terugkomen, dan denk je van oké, maar dit heb ik dus al gehad. Weet je, ga ik hier weer in mee? Ben je dan lekker bezig? Ik schiet ook wel weer eens in die oude patronen, weet je wel. Maar vooral de laatste jaren probeer ik gewoon te kijken van oké, gedachten, nou ja, prima. Lekker laten gaan. Net als emoties en weet ik veel wat. Doe even een stapje terug. Tel even 10 seconden van oké, wat ga ik hiermee doen? Sowieso ook met allerlei dingen die gebeuren. Ga ik gelijk reageren of ga ik even kijken, oké, deze dingen gebeuren. Ga ik iets hiermee doen? Slaap er een nachtje over. Weet je wel? Neem even een stapje terug. Kijk gewoon even, oké, dit gebeurt, dit gaat voorbij. Moet ik hierop reageren? Weet je, jij vereenzelvigt jou met die gedachtes. Doe het niet. Tuurlijk, die gedachten mogen er zijn, emoties mogen er zijn, maar emoties komen en gaan, gedachten komen en gaan. Net als dat alles komt en het gaat, alles gaat voorbij. Heb jij er enige ervaring mee, Vin? Ja. Wat moet ik doen om mijn bewustzijn en de plek op aarde te omarmen? Je moet helemaal niks, weet je. Maar je bewustzijn is. Dat is er. Dat is er. Dus die hoef je niet te omarmen. Dat is er. Of je nou aan het trippen bent of niet, dan ben je in een andere staat van bewustzijn. Maar dat is er. Kijk, en wat de medicijnen doen, die openen jou de ogen voor een vele grotere realiteit. En die connecten jou weer met de aarde, met de kosmos. En dat is informatie. Ze geven jou informatie. En jij bent creatie, jij bent evolutie. Dus als jij die informatie tot je hebt gekregen, doe even een stapje terug. Integreer het in jouw leven. Weet je, ik weet dat het heel moeilijk is. Het is fucking moeilijk, maar dat is eigenlijk het allerbelangrijkste onderdeel van het hele medicijnwerk. De integratie. Kijk, het medicijnwerk zelf, dat is allemaal leuk en aardig. En het is fucking mooi en fucking interessant. Maar het is aan jou om die informatie mee terug te nemen in je leven. Probeer eraan te herinneren van oké, leer ervan en breng het in het leven. Onthoud die shit. Oké, dit realiseerde ik me, dit heb ik geleerd, integreer het in je leven. En natuurlijk kan je niet alle informatie die je krijgt, en iedereen maakt fouten, en probeer ook daarvan te leren, weet je. Probeer gewoon een stapje terug, oké, dit heb ik geleerd. Wat ga ik hiermee doen? Hoe ga ik dit in mijn leven integreren? En ik kan je maak het jezelf niet te moeilijk. Stapje voor stapje, één klein stapje is al genoeg. Dan hebben we weer die druppel in die vijver. Weet je wel? Eén stapje per dag of gewoon. En soms maak je weer een fout. Nou, heb je een foutje gemaakt? Lekker belangrijk. Ook dat gaat voorbij. Ja, dat hoort erbij. Maar als je maar aan het werk bent daarmee, weet je wel. Wat moet ik doen om mijn bewustzijn en plek op deze aarde te omarmen? De beste manier om jouw plek op deze aarde te omarmen, dan ga ik weer, weet je, breng jouw shit. Jij hebt je eigen superkrachten. Geef het terug aan het leven. Maak de mensen blij. Laat van je horen. Wat voel ik hierbij? Wat vind ik hiervan? Ben ik het hiermee eens? Nee, leef jouw waarheid. Leef jouw droom. Leef jouw shit. Weet je wel?
Laat zien wat je kan, wie je bent. Alleen dan. En maak de mensen blij. Geven, 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 geven. Compassie. Onbaatzuchtig geven. Niet denken van, oh, als ik dit doe, dan krijg ik dit. Nee. Gewoon geven. Dan ga jij gelukkig worden. Compassie is de sleutel naar geluk. Wat moet ik doen om mijn bewustzijn en deze plek te omarmen? Weet je, wees dankbaar. Wees nederig. Wees blij dat je hier bent. Word elke dag wakker van, dankjewel man. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Voordat je gaat slapen, ga even bedenken. Oké, wat heb ik geleerd vandaag? Wat ga ik er morgen mee doen? En als je wakker wordt, weet je, zet je alarmklop een half uurtje eerder. Ga even zitten. Voor jezelf uitdenken, wat ga ik doen? Hoe ga ik het leven, mijn leven, iedereens leven een beetje beter maken hier op aarde? Wat, een half uurtje, 10 minuten, een kwartiertje. Hoe ga ik mijn shit leven? En ja, tuurlijk, ik zou ook het liefst tot 11 uur in mijn nest leggen. Nee, dat gaat nou helemaal niet. Dus ja, en, weet je, wakker worden doe je toch op een gegeven moment wel. En je bed uitkomen doe je toch op een gegeven moment wel. Dus zet die wekker een half uurtje eerder. En dan ga je gewoon even naar, oké, wat heb ik gisteren geleerd? En wat ga ik vandaag doen? Wat heb ik me gisteren voorgenomen om te doen? Nou, leg geen moeilijk heftige plannen neer voor jezelf. Nee, kleine stukjes, kleine stapjes. Baby steps. Ik hoor graag van je, Vincent. Ik heb het inmiddels opgegeven. Nooit opgegeven. Waarom zou je opgeven? Het schiet er niet op. Dat heb jij net. Dan kan je net zo goed in de hoek van de kamer gaan liggen wachten tot je doodgaat. Nou, is dat dan een leven? Lijkt me niet. Ik zie jouw ervaring als laatste redmiddel. Hallo, moet ik weten. Kom zeg. Groetjes aan de kids. Zal ik doen, motherfucker. Dus dat. Ik hoop dat ik je vraag in enige orderly fashion heb beantwoord. Ik heb mijn best gedaan. Net zoals dat jij je best hebt gedaan. Ik neem even een slokje water. Moet ik weten. Breng mij op het volgende. Weet je, als ik je vraag niet heb beantwoord, ik zie graag een vervolgvraag tegemoet. Want dit is een proces, ook dit is evolutie. En ik doe alles aan mijn hoofd, dus ja, ik kan niet. Weet je. Ik vergeet ook wel eens wat. Maar goed, lekker belangrijk. Breng me op het volgende. Heel veel van jullie motherfuckers, die vroegen naar deze armbanden. En deze armband, ja, dit is wel een motherfucker, dit is wel een big kahuna en die moet je verdienen. Die moet je verdienen, die moet je tegenkomen. Ik ga er wel voor jullie naar op zoek. Maar goed, ik ben op zoek gegaan en ik heb gevonden. Ik heb gevonden armbanden. Zoals wij ze ook wel noemen in het medicijnveld, medicine bracelets. Ik heb zakken vol. Van zakken vol. Ik heb er nu nog 35. Ik heb grotere, ik heb kleinere. Deze zijn gemaakt door een medicijnbroer van ons uit Colombia. Elke armband is uniek. Elke armband is een blessing op zich. Pardon. Je kan ze aanschaffen. Ik ben niet van de commercie, maar dit. Dit verkoop ik graag. Elke armband is een blessing on its own. Elke armband is uniek. En het zijn gewoon motherfucking coole armbanden. Dat gezegd hebbende. Je kan ze kopen op www.findustries.com. Ik zet hem hieronder voor jullie. Ik zou zeggen, wees er snel bij. Hè, want... Ze zijn allemaal super cool en ze zijn allemaal uniek, dus er is er maar één van. Dus op de pop is op de pop. Ik ben op zoek naar meer, maar voorlopig moeten jullie het hier maar even mee doen. En door er één aan te schaffen, steun je het medicijnwerk global. Het global medicijnwerk steun je ermee en de mensen in Colombia, de tribe in Colombia steun je ermee. Plus dat jij gewoon een motherfucking coole armband hebt die niemand heeft. Weet je wel? Jij bent uniek, dus waarom zou je een motherfucking Ralph Lauren trui aandoen als je die shit kan ownen, weet je wel. Dus dat.
Nou, ik hoor graag van jullie. Ik ga vanavond of morgen weer kijken of ik een andere vraag kan beantwoorden. Want ik ga ze allemaal beantwoorden. Heb jij vragen? Moet jij weten. Maar stuur ze naar jemoeder43@hotmail.com. Jemoeder43@hotmail.com. Ik ga echt mijn best doen om al jullie vragen te beantwoorden. Dus vragen over bewustzijn, plantmedicijnen, a.k.a. psychedelics, a.k.a. entheogenen. En nog even entheogenen, wat is dat dan? Uit het Latijn. Entheo is de God in jezelf opwekkend. Want dat is wat deze medicijnen doen. Het zijn medicijnen. En niet de medicijnen zoals ze in de westerse wereld doen. Wat we in de westerse wereld doen is symptoombestrijding. Jij hebt een dingetje, gooi een pilletje erin en we doen net alsof het er niet is. Nee, medicijnen, echte medicijnen, die laten jou zien. Oké. Hier komt jouw ziekte vandaan. Alle ziektes, ja, dan ga ik weer uitweiden, dat maakt niet uit. Als jij ergens last van hebt in jouw fysieke lichaam, dan komt dat ergens vandaan. Van een trauma, of als jij je vastklampt aan gedachten en boosheid ontwikkelt, dan gaat je lichaam op reageren. Als jij alleen maar boos bent, gaat je lichaam erop reageren. Of als jij verdrietig bent en je gaat chocola vreten om het even te vergeten. Of je gaat roken om het even te vergeten. Of je gaat drinken om het even te vergeten. En je doet dat met enige regelmaat, dan gaat je lichaam erop reageren. Dus alle ziektes, die komen ergens vandaan. En wat deze planten doen, die laten jou in de spiegel kijken. Dit is een motherfucker, kijk jij maar eens even in de spiegel. En dan, als jij dat hebt gedaan, dan mag je het eruit gooien. En dan moet je het integreren in je leven. Dat zijn echte medicijnen. Ik zeg niet dat alle westerse wetenschap geneeskunde. Ik zeg niet dat het allemaal slecht is. Als jij een arm hebt gebroken, is het fijn als ze hem even recht zetten. Ja toch? Prima. Maar goed, als jij depressief bent en je kanker staat er een pilletje in. En je bent helemaal vergeten dat je depressief bent omdat je helemaal fucked up bent. Ja. Is dat medicijn? Volgens mij niet. Want de volgende dag ben je gewoon wakker en is je probleem nog steeds. Nee, wat deze medicijnen doen, die laten jou in de spiegel kijken en dan mag je het eruit gooien. En dan integreren in je leven. Dan ben je van die shit af. Dat is medicijn. Maar goed. Heb jij vragen aangaande die drie onderwerpen? Mail ze naar jemoeder43@hotmail.com. En ik ben er voor je, man. Oké, motherfuckers. Dit was er weer een. Een afleveringetje van Va Vakantie. Hallo.